Bitya, hele goede middag. Morgen. Goedemorgen. Ja, dochter van Ahmari Bhai Lalo, hè? Wat is familienaam? Buar. Buar, hè? Leuk, jullie zijn vandaag hier bij mij. Leuk jullie hier te ontmoeten. En daar in verband met een jaar is het overleden. Ja. Een jaar is papa overleden, hè? Ja. En daarvoor waren die twee lieve kinderen. Dochters, baby's, ja, dochters. Die het gemeend hebben met papa. En ook een agrikaam kriya uit het lokeren, hè? Ja. Hoe heet jij? Rishma. En jij? Nalini. Babri. Mooie naam. Dank je. Nalini. Ja. Hoe gaat het? Goed. Wat doet Suriname met jou? Heel veel. Ik ben hier geboren. Dus je komt weer terug. Dus het doet me heel veel. Je hoeft geen exacte adres aan te geven, maar waar ergens woon je, Nalini? Gewoon hier in Suriname. In Nederland. Nederland, Groningen. Ja, goed zo. Een eindje verder, hè? Ja. Dan Den Haag. Ja. Je moet een paar uur rijden. En jij bent, ja? Ik woon in Heerenveen. Goed zo. Het is bijna 2 uurtjes rijden. Hoeveel kinderen heb je? 0. En jij? 3 grote kinderen. Hoe oud zijn ze? 24, 21, 18. Goed zo. En zonen, dochters? 2 dochters en een zoon. Goed zo. En oma al. Wat doen ze allemaal? Werken, leren, school. Hoeveel gaan ze nog? Hoeveel van ze gaan nog op school? Alle 3 nog. Nog steeds op school? Ja. Goed. Doen. Heel toevallig heb ik ook 3. En ik ben blij, ik ben niet trots. Gamana, hè? Mm-hmm. Ik ben er. Oudste is ingenieur bij Shell. Tweede is een cardioloog. Hij is laatstleden professor geworden. Mm-hmm. Benoemd in Amerika. En dochtertje is advocaat. Die krijgt over een paar maanden baby is getrouwd. Oké. Ja. Het maakt niet uit dat je kinderen hebt. Je blijft studeren. Ja. En ik ben blij dat te horen dat uw kinderen ook studeren, weet je. Yeah. Kijk, in Suriname was die mogelijkheid beperkt. Ja. En daar dan de kinderen. En hoe is het met je man? Goed. Hoe heet hij? René. René. Ja. Groet René. Zal ik doen. En jij? Jan. Jan. Ja. Leuk zo, meisje. Ja. Allee Jan. Allee Jan. Ja. Mooi zo. Goed. Ik dank jullie zeer dat jullie mijn moeder even zijn komen bezoeken, opzoeken, dat jullie uit Nederland komen. Nou, hoe lang zijn jullie terug? In feite, papa was overleden, waren jullie hier? En nu, over een jaar zijn jullie weer hier, hè? Na een jaar, ja. Een half jaar ook. Ik ben hartstikke blij dat ik zulke lieve zusjes heb. Ja, wij ook. Ja, wij ook met zo'n grote... Vader. Ja, ik bedoel... Broer wou ik zeggen. Je vader is broer, mijn beste... Ja. Mattie. Ja, heel erg. Geen Mattie. Hij heeft altijd van me gehouden. Ja. Papa Hiet heeft altijd van me gehouden. Waarom is papa mijn winkel? We hebben echt verdrietig dat hij er niet meer is. Ja. Maar ja, je hebt niet alles in de hand. Hè? We zijn vergankelijk, we zijn tijdelijk hier op de wereld. We gaan een dagje heen, dat weten we allemaal. En verdrietig zullen we zijn, moeten we zijn eigenlijk. Maar verder met ons leven. Kijk, alles is hetzelfde. Papa is er niet meer. Nee. Alles is hetzelfde. Maar weet je wat heel pijnlijk is? Papa is naar het ziekenhuis gegaan. En hebben zij hem weer teruggestuurd naar huis. En 2 uur later was hij overleden. Met die verstande dat hij niet meer zou redden of dat hij al beter was? Ze hadden hem moeten houden daar. Hij had een beetje pijn op het bos. En we moeten ze van, die harten meer onderzoek in nacht houden. Ja, dat moesten onderzoek. Ze doen. En dat hebben ze niet gedaan. Op die monitor hebben ze niet gekeken. Weten jullie de naam van de dokter? Nee. Welke ziekenhuis was hij? Academisch. Het slechte ziekenhuis. Hier? Alle slechtste ziekenhuis. In Suriname, als je naar academisch ziekenhuis moet gaan, dat zeg je eerder, ik ga liever thuis doen dan dat ik daar ga. Ja, maar die spoedeisende hulp is daar nu. Daar, bij AZ, maar nu is het bij RK ziekenhuis. Ja, beide plekken heb je dat. Daar was er niet, zeg maar. Nee, dit is pas kom ik. Dan moest je daar, zei ze. Wanneer ga je weg? Ik ga vandaag weg. We gaan straks weg.
Oh god. Ja. Groet Jan voor mij. Ja, zal ik doen, ja. Geef een paar kusjes voor mij, ja. Bettina, dank je wel. Ja, graag gedaan. Ja, dank je wel. Blij om jullie te zien. Ja, dit is mijn Maya ook. Maar kijk even, toch? Maya. Ja, maar kijk even. Hij zit ook. Koets boel, maar geboelde, maar. Riller, kan hij de boelde, koets? Is het goed voor een bril dragen, toch? Nee. Of niet? Nee, bril, nee. Ze was zo'n flinke vrouw, hè? Ja. Oké, dan nou is. Zo was mijn vader. Nee, ze zitten niet.